Als je de vorige video's hebt gezien, weet je dat er veel woningen gebouwd moeten worden. Maar voor de provincie stellen we wel bepaalde voorwaarden. Het gaat niet alleen om stapelen van stenen. De woningen die we bouwen moeten ook aansluiten bij de behoeften van onze inwoners. Het gaat dan om de bereikbaarheid, om energie, om duurzaamheid. En vooral om aandacht voor een gezonde, een veilige en een schone leefomgeving. En goede voorzieningen dichtbij. Maar wat betekent dit nu concreet? Een thuis is meer dan je woning. Als je 's ochtends naar je werk rijdt, wil je niet urenlang in de file staan. Als je de kraan opendraait, wil je dat er water uitkomt. En als je medische hulp nodig hebt, wil je een huisarts of een ziekenhuis in de buurt. Dit zijn slechts een paar voorbeelden, maar het maakt wel duidelijk dat we verder moeten kijken dan alleen stenen stapelen. Zeker omdat we vooral in de stedelijke gebieden gaan bouwen, lopen de voorzieningen daar helemaal vast. Bestaande wijken zijn niet ingericht op nog meer woningen en nog meer mensen. En in landelijke gebieden is juist het probleem dat er gebouwd moet worden om die basisschool of die huisarts te behouden voor het dorp. Dat we daar rekening mee moeten houden geldt overigens niet alleen voor bouwen binnen bestaande wijken, maar ook voor nieuwe woonwijken en kernen. Denk bijvoorbeeld aan bereikbaarheid. Als er mensen wonen, bewegen ze. Van hun werk, van hun school, naar vrienden en familie. Daarvoor zijn wegen, fietspaden en goede verbindingen in het openbaar vervoer hard nodig. Kijk ook eens naar onze video over mobiliteit, vervoer en OV. Een woning moet ook in een fijne leefomgeving gebouwd worden. Er moet geschikt onderwijs in de buurt zijn voor kinderen, willen schone lucht inademen, een politiebureau voor de veiligheid in de wijk, ruimte om te spelen en om anderen te ontmoeten, mogelijkheden om te sporten en voldoende natuur om te ontspannen. Als CDA noemen wij dit complete wijken. Bij de bouw van nieuwe woonwijken willen we dus ruimte reserveren voor dergelijke voorzieningen, zodat Zuid-Holland niet alleen een goede provincie is om te werken, maar ook om te wonen en ook om te recreëren. En dat is makkelijker als je daar vooraf al rekening mee houdt, in plaats van achteraf in te passen. Met dit idee willen wij dus gaan bouwen. In de volgende video zie je waar